Heb jij wat met paarden die springen? Nou, het is niet zo dat ik thuis met mijn pennyvriendinnen urenlang naar paardenfilms zit te kijken, nee. Oh, ik vind het wel mooi om te zien, hoor. Mooie sport. Duizenden liefhebbers zagen in het Kralingse bos onze landgenoot Rob Erend. Weet je wat ik een mooi onderdeel altijd vond? Heb je niet meer vaak tegenwoordig? De muur. Oh, heerlijk. Zo'n hindernis waar je op afrent en waar een paard af en toe met zijn knieën vol tegenaan liep. Dat werk. Voor de beslissing in een derde barrage ging de muur nu naar 2,10 meter. De wereldkampioen Hartwig Steenken stuurde zijn 9-jarige schimmel Erle er prachtig overheen. Ik ben eerlijk gezegd wel een klein beetje bang voor paarden. Weet je wat ik denk? Ik denk dat paarden een beetje bang zijn voor jou. Dat denk ik ook. Maar dat komt natuurlijk, het zwaarste werk is voor het paard. Het maakt volgens mij niet uit wie erop zit. Op de schim of wat dan ook. Dat paard, dat springt wel. Ja. Jij mag gewoon blijven zitten. Denk het ook. Ja! Ja! Jeroen, jij werd wereldkampioen door in één omloop op je eigen paard, maar ook op drie paarden van tegenstanders mee te lopen. Wat een goed idee. Het lijkt me namelijk wel zo eerlijk. Nou ja, goed. Het idee erachter is om echt dan uiteindelijk de beste ruiter eruit te pikken. En niet alleen te kijken naar wie heeft misschien wel het beste paard. Ik vind het een geweldig idee. Dat zouden ze met Formule 1 race ook moeten doen. Ja, precies. Dan kijken wie het beste is. Maar hoe kun je dan voorbereiden op een ander paard? We hebben 3 minuten de tijd op dat moment om ons erop in te spelen, zeg maar. Ja, daar kun je niet heel veel in doen. Dan is het gewoon je gevoel gebruiken en je zo snel mogelijk in weten te leven in zo'n paard. Voelt het eigenlijk een beetje als vreemdgaan? Want ja, je gaat toch op een ander paard zitten. Als vreemdgaan? Nee, het voelt niet als vreemdgaan eigenlijk. Op dat moment is er natuurlijk eigenlijk niks moois als dat om op dat moment op de 4 beste paarden ter wereld te gaan zitten. Heb je wel eens een paard niet onder controle gehad? Vaak genoeg, ja. En dat gebeurt nog. Ja? Ja. Shim, jouw oude prijspaard, dat was een agressief paard. Een moeilijk paard, een moeilijk beest. Ja, vooral de Shim. Vooral hij was een paard die ik niet altijd onder controle had. Wie hadden ze een schop gehad dan? Nou, schop niet echt, maar ik ben wel vaak in het zand beland. Wij hebben wel het gevoel, als we dan gaan kijken, dat het paard eigenlijk alle zware werk doet. En met alle respect, als wij op een heel goed paard gaan zitten, ja, dan rijden wij ook prijs. Toch? Of niet? Ik denk dat er wel heel makkelijk over gedacht wordt. Maar ik denk dat we het gewoon maar eens moeten gaan proberen. Dat lijkt me een uitstekend idee. Ik pak wel gelijk de Shim. Ja, heb je dat ook met de Shim overlegd? Ja, die vindt het dikke prima. Moet ik allemaal. Ja, dat doe maar zeker. Ik ga het kunstje even laten zien. Wat doe je nou dan, Jeroen? Nou, ik ben nou eventjes het paard aan het longeren, zo heet dat. Ik laat hem een beetje om mij heen draven, dat hij een beetje op zijn gemak komt, zeg maar. En dat hij direct ook eventjes een beetje de spieren warm krijgt. Is hij alweer rustig of niet? Nee, hij is nog helemaal niet rustig. Hier, hoor dan. Kijk dan, hij heeft schuim op de beek staan. Is dat wel goed? Nee, dat is echt niet goed. Jeroen, hij heeft schuim op de lippen. Is dat een goed teken? Of, Dat is een goed teken, ja. Dat is een goed teken? Ja. Wat? Als hij schuim op zijn bek heeft? Op zijn mond? Op zijn mond. Kijk, nou komt hij mooi op zijn gemak. Zo. Ik vind het heel intimiderend, vind je niet? Mooi in principe. Het geluid hoor, dat geklap. Ja, wel mooi hoor. Oh, ik krijg helemaal nare gevoelens, weet je. Dat, kijk, zie je dat hoofd? Oeh. Wat stoer. Vind je het stoer? Ik vind het echt heel eng. Zo. Dat ben ik de hele dag aan het doen. En dan mogen wij het proberen. En dan mogen jullie het proberen. Nou, Erik kijkt er al gigantisch naar uit, kan ik je zeggen. Ik heb altijd nog een eigen paard te hebben. Hoe heet het paard? Jorrit. Jorrit. Weet je wat Jorrit Bergsma? Jorrit Bergsma, die was wel de snelste, hè, op de 10 kilometer. Dan komt ook een krukje hoog genoeg is, hè. De paard is mij veel te hoog. Pak me gewoon vast in de malen, maakt niks uit. Zie je? Ja, netjes. Oh. Je benen gewoon omspannen. Verder niks doen. Oh. Komt goed. Ja, jij lacht. Nee. Hoe voelt dat? Kloten. Ja. Misschien moet je een beetje praten tegen paard. Ja. Hi paard, hoe is het? Die zit er ook op alsof je laatste uur heeft geslagen. Ja. Zo'n strak getrokken kop, hè. Ziet eruit dat je landt. Ja, maar dat heeft te maken met verkeerd licht. Maar dit wat jullie nou aan het doen zijn, is eigenlijk heel goed dus, hè? Want jij haalt nou een klein beetje de concentratie weg bij hem, waardoor hij een beetje ontspant. Oké. Okay. Dus ik ben nu eigenlijk Frank aan het dresseren, bedoel je? Ja. Nou, is er al iets van... Hey, ontstaat er al iets van liefde tussen jou en het paard? Nou, dat heb je wel eens. Paard en mensen kunnen wel eens niet op elkaar vallen.
En in dat geval, ik val wel op Jorrit, maar Jorrit niet op mij. Ja, dat kan. Dus mag ik mijn krukje? Ik vind het mooi. Wacht even. Dit is einde oefening. Kom op, man. Ja, dat vind ik echt heel slap. Hou op. Ja, ben je er echt af? Ja, ik ben er helemaal klaar mee. Ik ga koffie drinken en dan ga ik naar huis. Zo, ja. En daar staan we. Ik ben blij dat ik het leven heb. Het ziet er best ontspannen uit. Hoor je dat, Frank? Ja. Ik wil het nog een keer zeggen, Jeroen. Ik kan natuurlijk ook aan een paard liggen. Ja, je hebt een heel fijn paard. Maar zullen we eens een drafje proberen? Ja, laten we een drafje proberen. Kom! Ho. Dat was toch te geloven. Dat gezicht. Hoe voelde dat? Ja, nou, ik moet eerlijk zeggen, het ziet er op televisie heel anders uit. Ja. En wat vond je? Nou, als ik heel eerlijk ben, ik vond het nog moeilijker dan ik had gedacht. Ja? Je hoort het vaker, ja. Maar het blijkt toch niet zo makkelijk te zijn. En jij nou, kun jij nou echt op ieder paard kun jij rijden? In principe wel, ja. Ja. Geef ons even 5 minuten, alsjeblieft. Dan zijn we zo terug. Ja. Moet ik deze temmen? Ja, als het even kan. Dit wordt nog een moeilijk verhaal. Oh, oh. Ja. Oh, ik voel me beter op een echt paard, hoor. Jongens. Gaan we springen? Moet ik hem even aansporen? Wow. Oh. Ik de moord. Wow. Dit is echt de slechtste eetgrap aller tijden, hoor.